Nou, we staan bovenop de motter, zeg maar. We gaan eventjes het lampje inspecteren. Ja, hoor, het is weer ledverlichting. Je ziet trouwens heel mooi dat die zon daar bovenop de bomen schijnt. Dat is trouwens wel gaaf. En je ziet het heel duidelijk, daarachter zie je de Arnhemse weg. Dan hoop ik dat er zo dadelijk verkeer rijdt. Ja, er rijdt ook verkeer. Dat is trouwens wel mooi dat je er helemaal overheen kan kijken. Dat is wel gaaf. En dit is ook heel mooi, want je kan hier eigenlijk op het bos kijken. Dit is wel heel gaaf eigenlijk. Wat ik wel persoonlijk best wel jammer vind, is dat ze... Hier hadden ze vroeger een hele mooie tuin waar je doorheen kon lopen. En daar ligt nou gewoon stenen in, allemaal. Dus die hele tuin is weg. Het is trouwens wel heel mooi, als je hier een hotel boekt, bovenaan, in zo'n kamer. Dan kun je hier eigenlijk nog veel hoger over het bos heen kijken. Ik weet natuurlijk niet wat zo'n kamer kost voor één nacht. Maar dat zou wel een keer mooi zijn om daar boven te kunnen kijken. Jongens, daar is het luchtvaartverkeer. Hij gaat zich misschien aanmelden bij Amsterdam Radar. Wow. Kijk eens eventjes. Hij komt gewoon het Nederlandse luchtruim binnenvliegen. Jongens, hij heeft gewoon 4 motoren die aanstaan. En als er 2 uitvallen, kan hij nog gewoon landen. Kijk eens. Zo dicht bij elkaar kunnen ze komen. Jongens, we hebben het schrikdraad ontdekt. En dan is het bats. Kijk eens op slag. Wow. Het blijft leuk, jongens, schrikdraad. Oh, jongens, ik ruik eten. Ze zijn er aan het kokkerellen binnen. Ja, hij is zo te zien aan de auto's, is het hier toch nog redelijk druk. We gaan eventjes ietsjes verder lopen hier. Dit is trouwens wel een mooie weg. Of het is een mooie weg. Dit was trouwens, achteraan heb je een prullenbak staan. Dan denk ik niet dat ik dat in beeld krijg, helemaal erachteraan. En dan was toen een keer, gooide ik iets weg in de prullenbak. En toen veroorzaakte wat in de prullenbak lag een gigantisch harde knal. Een soort van kleine explosie. Wat het geweest was, weet ik nog steeds niet. Maar het leek eigenlijk gewoon op vuurwerk. Dus dat is eigenlijk ook wel apart. En het is op zich wel een hele mooie weg hier, zeg maar. En als je hier kijkt, kijkertjes, dan zie je heel duidelijk waar de tuin gestaan heeft. Tussen die 2 auto's. En dan zie je nog heel duidelijk dat er alleen maar stenen liggen. Dus ik denk dat het onderhoud gewoon te veel is. Dat ze er gewoon stenen in gelegd hebben. Dat is trouwens wel jammer. Op de oude beelden van Google Earth kun je het nog wel zien. En je ziet het heel duidelijk. Kijk, lamp 1. Lamp nummer 2. En dan heb je daar lamp nummer 3. En dat is dan verlicht. Die schijnen dan deze kant op en misschien is dan deze motten verlicht in de avond. Of misschien dat hotel wat hier is. Als mijn camera wil meewerken, ja. Jongens, je kan daar bovenaan gewoon een hotelkamer huren. Dat is ook wel gaaf. Oh, er zit een struikje voor. We wouden rechtdoor lopen, maar dat lukte niet. Oké, jongens, we gaan naar beneden. Zo, we vallen bijna over het dek. Jongens, kijk eens even. Deze weg hier, oh, die loopt regelrecht naar beneden. Vroeger stond er een bordje bij, maximum 15 km per uur. Dat hebben ze waarschijnlijk weggehaald. Je kan hier echt helemaal over alles heen kijken. Je ziet helemaal beneden, daar zie je de Arnhemse weg. Daar loopt die. Waar die auto nou rijdt.